Minister Riyad Nur Mohammed van Openbare Werken zegt dat de verkavelingsprojecten van de overheid niet zijn stopgezet. Vanmorgen, voor aanvang van de Raad van Ministers, zei de bewindsman dat het nieuws circuleert dat de projecten zijn stopgezet, terwijl dat helemaal niet op waarheid berust. Dat is geen correcte informatie. Er is wel iets waar. Dat ga ik zo meteen uitleggen. Ik heb vorige week de verkavelingsprojecten bezocht. De helft bezocht. Ik moet nog de helft doen. De werkzaamheden lopen goed. Ik denk het eerste project dat opgeleverd zal worden heel binnenkort is Rieberg. Dus ik roep alle mensen op die de beschikkingen daar hebben gehad. Het zijn ongeveer 600 mensen. Het ziet er heel mooi uit. De palen zijn al gezet, de grenspalen voor hun perceel. Om ready te zijn om te beginnen te bouwen, zodat ze kunnen bouwen. Natuurlijk met de 7% leden, maar ze moeten zich wel registreren, aanmelden. De bewindsman geeft verder aan dat een groep mensen die in aanmerking is gekomen zich al heeft aangemeld. Volgens Nur Mohammed loopt het project voor het opschonen van het Saramaka-kanaal heel goed. De media zal begin juli de gelegenheid krijgen om zelf een kijkje te nemen.